से जो आएगा निगल जाएगा, आपके पास जो आएगा निगल जाएगा, इस हरारत से जो उलझेगा वो जल जाएगा, आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। आपका हुस्न वो शबनम है जो शोलों में पले, गर्म खुशबू तपते हुए रंगों में ढले, आपका हुस्न वो शबनम है जो शोलों में पले, गर्म खुशबू तपते हुए रंगों में ढले, किसका दिल है जो संभाले। इवेंस 3:05, lieve luisteraars. En tijd om het gesprek van middag hier te starten. En ik heb u aangekondigd dat vandaag mijn gast, helemaal in Suriname, mevrouw Jennifer Wonswi San is. En Jennifer is al eerder bij mij in de uitzending geweest. En we hebben toen breed gepraat over haar neefactiviteiten. Tenminste, nee, haar hoofdactiviteiten. Wat ze allemaal in Suriname doet. En toen vertelde ze dat ze met haar ouders en familie, maar ook heel veel professionals en vrijwilligers, heel wat goed werk verricht voor de mensen in een bepaalde regio waar zij met name woonachtig is, om de mensen wat meer perspectief en kansen te bieden. Vandaag gaan we het hebben over de kieswet, kiesstelsel in Suriname. En natuurlijk gaan we het ook over de actuele politieke ontwikkelingen in Suriname hebben. Met Jennifer. Jennifer, goedemiddag, welkom. Ja, goedemiddag iedereen. Ja, alles goed daar? Ja hoor, het regent net een hele harde stortbui gehad, maar het is nou weer droog, de zon schijnt weer. En het water is weer weg afgevoerd. Ja, bij ons wel gelukkig. Nee, ik las dat toch dat ergens in het binnenland toch wel het water blijft hangen. En dat schoolgebouwen onder water gelopen zijn. Ja, dat kan, ja. En dat de woningen van de docenten ook onder water zijn geraakt. Waardoor hun bezittingen niet meer bruikbaar zijn. En dat ze al weken roepen om ondersteuning vanuit het ministerie van Onderwijs. Maar dat vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen tot en met vandaag totaal nog geen boel nog gevolgd is. Ja, dat is heel jammer natuurlijk en heel betreurenswaardig. Maar eigenlijk dat woningen onderlopen met water, dat is gebruikelijk hoor in Suriname. Ja. In het regen zijn zo'n heel veel mensen hebben daar mee te kampen. Dus ja, denk misschien van ja, in de stad hebben we dat ook. Dus misschien vinden ze dat dan een beetje normaal. Ja, ik weet het niet. Wie vindt dat normaal? De minister? Misschien is de minister van Onderwijs die denkt van ja, de burgers in Paramaribo hebben dat ook. Dus ja, dat is een algemeen probleem in Suriname. Ja, afwatering is een groot probleem in Suriname. Ja. En vooral nu met de klimaatverandering merk je gewoon, we hebben bijna geen droge tijd gehad. Ja. Dus het bleef maar doorregenen. Kijk, voor de landbouwers is dat wel prettig, maar op een gegeven moment niet meer. Als ook de afwateringssystemen niet meer functioneren, hè, dan heb je wel een probleem. Ja. Dat was dus het geval dit jaar. En heel veel problemen daaromtrent zijn daarover gemeld. Ik weet eigenlijk niet zo wat het verloop ervan is geweest, want volgens mij had LVV wel een oproep gedaan aan landbouwers die dus schade hadden opgelopen. Voor een compensatie. Ja, maar ik heb verder geen, ben niet meer op de hoogte van wat dat nou eigenlijk daadwerkelijk van, hoe dat is, heeft uitgewerkt in de praktijk. Ik hoor er ook niks meer over. Ja, ik klopt. Ik weet dat er een moment was dat
ook de minister van Financiën, maar ook de minister van Landbouw, hè, de gedupeerden had opgeroepen om digitaal een formulier in te vullen en daarin aan te geven wat dan hun schade is. En afhankelijk van het schadegeval en het bedrag, zou dan geld op hun rekening overgemaakt worden. Ja. Of dat allemaal gebeurd is, weet ik niet. Van de tsunamers weet ik één ding. Ook als ze het niet krijgen, laten ze hun stem niet horen. Ja, dat is wel spijtig hoor. Ik had het toch met iemand daarover. Ja. Ik zeg, Surinamers anticiperen op wat ze voelen. Ja. Zo gauw ze het niet meer voelen, zijn ze het ook weer vergeten. Ja. Hey Jennifer, even toch naar het onderwerp waar we het vandaag onder andere over gaan hebben, de kieswet. Als ik mij goed heb ingelezen, ben jij bij de afgelopen verkiezingen politiek ook actief geweest, hè, op de lijst van Pro? Ja, ik was op de lijst van Warnica. Jij was kandidaat voor Pro op de lijst van Warnica. Ja. En Pro, even voor de luisteraars, waar staat Pro voor? Dat staat voor de Partij voor Recht en Ontwikkeling. Ja. En wij zijn eigenlijk voor de verkiezingen van 2022 waren wij dus een nieuwkomer. Ja. En we hebben dus een poging gedaan om een progressief geluid te laten horen. En de mensen ook een alternatief aan te bieden op wat nu aan politiek bestel is. Ja. En de mensen hebben toch voor een stukje zekerheid gekozen. Alhoewel, we hebben heel veel sympathisanten. Mensen die echt ons werk en onze inzet ook bijzonder waarderen voor Suriname. Ja. Maar men was zo bang dat de NDP-partij terug zou komen. Dus mensen hebben speciaal, massaal uit angst eigenlijk, hebben ze massaal op de VHP gestemd. Ja. En oudere partijen. Dus eigenlijk geen van de nieuwere partijen heeft een redelijke kans kunnen maken, helaas. Ja, men heeft strategisch gestemd, zegt men, hè? En daardoor hebben jullie de kans gemist. Pro, jij bent daar een kandidaat in Warnica. We kennen het districtenstelsel in Suriname, hè? Ja. Dus jullie hebben lijsten per district gehad. En hebben jullie in alle districten dan toen meegedaan? Of? Nee, we hebben in 7 districten meegedaan. Ja. In Paramaribo, Warnica, Coroni, Marowijne. Ja. Palivini, ja. Daar hebben we dus allemaal meegedaan. Ja. En met name de ongrondwettelijke wijziging van de kiesregeling onder Desiree Bouterse zijn regering. Ja. Die heeft eigenlijk ertoe geleid dat eigenlijk de nieuwkomers geen kans konden maken. En dat is heel jammer. Dat was ook echt de opzet, denk ik. Want want deze regeling is eigenlijk niet op basis van de grondwetvoorschriften aangenomen. Ja. Met 2/3 meerderheid. Maar het is gewoon afgekondigd. Het is gewoon aangenomen en afgekondigd. En er staan echt bepalingen in die eigenlijk in strijd zijn met mensenrechten. Echt mensenrechten schendingen ook. Ja. Dus daar hebben wij tegen geprocedeerd. En helaas, jammer genoeg, hebben wij daarin bakcel moeten halen. Dus, en wat was het onrechtvaardige in dat systeem? Wat werd jullie wij zijn van mening dat... Kijk, als je zegt dat je een democratisch bestel hebt... Ja. En een democratisch politiek stelsel hebt... Ja. Dan moet iedereen... mogen er geen drempels zijn voor mensen om deel te nemen aan de vrije politiek. Aan de politiek. Dus als jij actief wilt deelnemen in de politiek... Dan moet dat gewoon vrij kunnen zijn. En met die wijziging van de kiesregeling was er bijvoorbeeld een waarborgsom van 100.000 SRD. Okay. Die mensen eerst moesten betalen. Kijk, en het was voorafgaand aan de verkiezingen moest je dat betalen. Anders kon je niet deelnemen aan de verkiezingen. En is dat 100.000 overal of is het per kiesdistrict? Nee, dat was dus algemeen, per politieke organisatie. Ja, dus om deel te kunnen nemen überhaupt, moet je dan 100.000... En dan maakt het niet uit of je in één district deelneemt of in alle districten. Ja. Maar je moest gewoon die waarborgsom betalen. Dat is iets minder hoor, 96.000 zoveel, ik weet niet precies. En dat hebben jullie toen betaald om mee te kunnen doen? En dat geld zijn jullie kwijt of heb je het teruggekregen? Ja, dat is weg. Weg. Dat zijn we kwijt. Maar goed, wij hadden de kiezer beloofd bij onze... lounge van de partij, dat wij een alternatief waren en dat wij ook mee zouden doen aan die verkiezingen. Dus als je iets belooft, dan moet je dat ook doen. En dat hebben we ook gedaan. En we hebben er geen spijt van hoor. We hebben er een heel groot netwerk aan overgehouden. Ja. Want natuurlijk moet je al die RR's en DR's en alles moet je invullen. Ja. En dat over 7 districten. Dus we hebben er een heel goed netwerk aan overgehouden en daar kunnen we gewoon verder mee. Ja. En hoeveel kandidaten hadden jullie per district ongeveer?
Dus het volledige aantal aan kandidaten, ik weet het zo niet uit het hoofd, maar het is per district verschillend, hè? Ja, ja. Het is op basis van die RR's, ja. Heb je dus, die zijn alle, die zijn wat anders. Ja. En in Paramaribo alleen al had je een heleboel, wacht even hoor, je hebt zo'n lijstje daarvan. Ja. Okay. Maar het is dus per resort, je hebt bijvoorbeeld in Wanica had je dan 7 resorten. Ja. En dan per resort had je mocht je dan zoveel leden daarvoor verkiesdast inschrijven. Ja, ja. Ja, dus bijvoorbeeld in Wanica heb je dan, voor die 7 resorten heb je 101 RR leden. Ja. En dat is eigenlijk, die rekensom weet ik niet exact hoe dat werkt, maar per resort kijken ze dus hoeveel inwoners er zijn. Ja. En op basis van het inwonersaantal mag je dan zoveel RR-leden hebben. Ja, ja. En die DR-leden die zijn dus per resort. Maar bijvoorbeeld in Wanica heb je dan 15 DR-leden. Ik weet niet waarom dat 15 zijn, want je hebt 7 resorten. Ja. Je zou zeggen, elk resort vervaardigt iemand af. Maar dat is dus op basis van, denk ik, aantallen. Ik weet niet precies wat de logica is van die... Van die een beetje ingewikkeld en een beetje ondoorzichtig. Maar... Ja, maar in totaal heb je dus 105 DR-leden in totaal. Ja. Over dus alle districten. Ja. En resorten heb je dus in totaal, even kijken, dat zijn er een heleboel hoor. Iets van 900 of zoiets? Ja, zoiets hoor. Nee, ja, niet zoveel. Ik dacht met elkaar zit je op 900. Ja. Maar dat moet 700 zoveel zijn of okay. zo. Oké, ja. Goed, jullie hadden dus best wel een netwerk hè, aan mensen die ook warm zijn gemaakt voor het standpunt van pro. Wat was de ideologie precies van pro? Waarin willen jullie anders zijn dan de bestaande oude politieke partijen? Ja, dus wij hameren heel erg op gelijke kansen voor iedereen. Ja. En dat is eigenlijk een mensenrecht. Ja. Dus... wij hebben dus, hoe heet dat, en ontwikkeling. Dus wij vinden dat elk mens, elk persoon toegang moet hebben tot recht. Ja. Die moet ook weten wat zijn rechten zijn. Ja. En als je daarvan bewust bent, dan kan je ook werken aan je eigen ontwikkeling. Ja. Maar je moet wel die kansen tot die ontwikkeling, bijvoorbeeld net wat u zegt, bijvoorbeeld de school in het binnenland. Ja. Die kansen tot ontwikkeling zijn beperkt. Ja. In vergelijking met iemand van de stad. En dat vinden wij dus oneerlijk. Wij vinden dat er gelijke kansen moeten zijn voor iedereen. En eigenlijk is dat een beetje de ideologie van de pro. En op basis eigenlijk biedt de mensenrechten, gewoon de algemene mensenrechten die we ook die internationaal zijn afgesproken met elkaar, die bieden een hele goede basis om van daaruit, om dat als vertrekpunt te nemen. En als je dus gewoon puur daarvan uitgaat, dus op basis van die rule of law, die afspraken hebben we internationaal met elkaar gemaakt, als landen, als naties. Als je op basis daarvan gewoon dat als leidraad neemt en als kader en dat verder gaat toepassen, dan kan je een heel eind komen. Gewoon dat iedereen gelijk is. En dat is eigenlijk ons ideologisch vertrekpunt, dus die rule of law. Ja. Je houden aan de afspraken. En dat op basis van twee pijlers. De ene pijler is weten wat je rechten zijn en toegang tot recht. Ja. En die andere pijler is recht op ontwikkeling. Jezelf kunnen ontwikkelen in de breedste zin van het woord. En de overheid is facilitator. Hè, die moet puur faciliteren en die moet het beschikbaar stellen. Maar die moet gaan bepalen wie wel en niet mag gaan studeren. Dus dat is natuurlijk... Precies. Nee, de voorwaarden, de overheid moet voorwaarden scheppen. Ja. En in de zin van studiebeurzen, scholen, schoolgebouwen, juist, docenten. Ja. En elk individu die dat wil, moet daar gebruik van kunnen maken. Ja. Ja, ja, dat is een beetje gedacht. Dat is eigenlijk een beetje ons uitgangspunt, ja. Ja. Maar daar heb je natuurlijk toch wel een betrouwbare overheid voor nodig. Want Suriname is zo corrupt als ik weet niet wat. Hè. Maar als je die rule of law gewoon goed gaat toepassen... Ja. Dan heb je wel... En die checks en balances die zijn door onafhankelijke organen ingevuld. Ja. Dus dat moeten niet politiek gelieerde zijn, personen zijn. Ja. Dan kom je al een heel eind. Men denkt altijd dat Suriname is een bakovenfabriek. Maar de structuren zijn er wel. Maar het is gewoon de personen die daar invulling aan geven. Ja. En de politieke wil. Die maken dat corruptie hoogtij viert. En dat is echt in alle lagen van de samenleving. Dus echt niet alleen op politiek niveau hoor. Ja, daar komen we straks op terug. Van hoe zuiver je dat systeem? Hè? Ik bedoel, dat is nu al decennia lang zo ingevuld. Ja. Het is ingebed als het ware. Het is ingeworteld door de oude politiek.
Hè, friends and family, partijvrienden en zo. Ja. Of ze nou wel of niet competent zijn, krijgen belangrijke posities. En dat biedt ruimte voor ook weer corruptie. Hè? Dus en, ja, ik vind het een hele ideële, zeg maar, uitgangspunt. Om zeg maar, te werken naar een overheid die niet op politieke kleur is gestoeld, maar veel meer op het hogere algemene doel, hè, voor alle Surinamers. Dat die allemaal gelijke kansen, gelijke rechten hebben. Ja. Om toegang te hebben tot die schaarse goederen. Hè. Ja. Maar goed, dan moet Pro natuurlijk eerst in het machtscentrum komen. En we waren net bij dus de 7 districten waar jullie je verkiesbaar hebben gesteld. Ja. Maar geen zetel gehaald, zei je? Nee, helaas. En dat vanwege het kiesstelsel, zeg jij? Nou ja, onder andere denk ik. Ja. En ook, ja, dus eigenlijk dat verbod op pre-electorale samenwerking. Dus dat is. En wat is pre-electorale samenwerking? Dus dat je voor de verkiezingen in combinatieverband de verkiezingen ingaat. En dat is eigenlijk in alle verkiezingen van Suriname, in de geschiedenis van Suriname, is dat altijd zo geweest. En dan hebben we het dan over lijstverbinding? Het is eigenlijk een soort, ja, het is geen lijstverbinding. Het is gewoon dat je onder een andere naam inschrijft in de verkiezingen, maar in combinatieverband. Dus bijvoorbeeld je had dan Front en je had dan Megablok en ja, dat soort ja, dingen. Ja. Dus schreven op de kieslijsten, maar dat bestond, dus die inschrijving bestond uit diverse politieke partijen. En dan was het altijd een getouwtrek van wie is lijsttrekker daar en wie is ja. lijsttrekker daar. Dat was het een beetje, maar in die combinatie kon men altijd, dus je kan kosten delen, je kan marketing, ja. je kan propaganda ja. kosten delen. Dus duidelijk. Alle politieke partijen die nu in het machtscentrum zijn ja. en dat ooit hebben gehad in Suriname, dus die hebben dus, 2020 waren de eerste electorale verkiezingen, de vrije verkiezingen in Suriname, waar dat werd verboden. Dus al die partijen zijn groot geworden door pre-electorale combinaties. Daardoor ja. zijn ze groot geworden. Ja, we hebben de G7 en, gekend, hè? Van, ja. toch? Van ja. VHP. Daardoor zijn ze groot geworden. Ja, ja. En met name een NDP, een ABO. Die zijn allemaal ja. groot geworden met combinatieverband. En ja. Ja, en daardoor hebben ze macht kunnen verwerven in het politiek veld en zich kunnen inwerken in de maatschappij en zo. Ze beschikten over de middelen. Ze konden grote partijgebouwen bouwen. En ja. weet ik, niemand weet hoe ze aan dat geld komen. Nee. Er is ook geen duidelijkheid en transparantie daarover. Ja. Over hun financiële, over hun geldstromen en wie hun sponsoren zijn. Ja. Maar goed, in ieder geval, het was dus 2020 was de eerste verkiezing. Waar dat dus niet kon. En ik denk ook, wat ook een hele grote rol heeft gespeeld, is dat we te maken hadden met een COVID-situatie, met ja. een wereldwijde pandemie. Ja. Dus je kon ook niet vrijelijk naar mensen toe gaan. Je kon geen massameetings houden. Ja. Alleen mensen die toegang hadden tot het internet, die konden via de livestream jouw verhaal volgen of ja. wat dan ook. Dus dat was ook een grote beperking, met name in de gebieden campagne. Die dus weinig toegang hebben tot internet of het niet kunnen betalen. Ja. Weet je, dus dat was ook een grote obstakel. Ja. Dus ja, het zat gewoon niet mee. Ja, nee, zeker. Ja. Ik bedoel, de klassieke vorm van campagnevoering. Ja, dat, en wat dat, in Suriname heel goed werkt. Ja, precies. Ja, dat ging gewoon niet. Nee. Hey Jennifer, je zegt van, als die beperkingen niet was geweest, van die pre-electorale samenwerking, dan was de kans waarschijnlijk wat groter geweest dat jullie wel een zetel hadden gehaald. Ja. En met welke groeperingen zouden jullie dan samengewerkt hebben? Nou, we hadden hele goede gesprekken met A20, we hadden gesprekken met Doel, maar het was voor ons niet mogelijk om, of ja, onze mensen vonden het bezwaarlijk om onder een vlag van bijvoorbeeld een A20 de verkiezingen in te gaan, omdat die een heel sterk christelijk karakter hadden. Okay. Bij hun launch werd dat zo gepresenteerd. Ja. En, ja, daar hadden ze toch heel veel moeite mee. Ja. En wij zijn ook een partij van de rule of law. We accepteren en respecteren elke religie. Ja. Maar we willen juist religie niet meer. We willen geen religie binnen het politiek bestel hebben. Omdat je moet niet dominant zijn. In Suriname is dat gewoon heel moeilijk. Ja. Je kan dat eigenlijk heel moeilijk uitdragen als je in zo'n grote multiculturele samenleving met zoveel diversiteit. Ja. En politiek
moet werken voor iedereen. Ja. Het moet echt werken voor iedereen. En als ik op grond van bepaalde morele basis geen, geen besluit kan nemen, dan kan ik niet een besluit nemen voor wat in het belang is van de totale samenleving. Ja, je wilt niet beperkt worden door religieuze, zeg maar, beginselen. Juist. Ja. Is dat jouw telefoon of is het bij mij? Ja, nee, dat is mijn telefoon. Oké, ja. Oké, nee, duidelijk. Ja. En dus en DA 91, dat was niet een optie om daar mee samen te werken? Ja, dat was ook een optie, maar ik kan inhoudelijk over de afspraken kan ik geen uitspraken doen. Dat is ook gestuurd. Maar eventueel zou dat dus die combinatie van samenwerkingsverbanden kunnen zijn, waardoor jullie mogelijk... Ja, ik denk het wel hoor. Ik denk als het in combinatieverband was, dan was er een DA 91 bij geweest, dan was er een A20 bij geweest, dan was Doeder bij geweest, dan was Streder bij geweest. Ja. Dan hadden we gewoon met al deze progressievelingen, hadden we gewoon een groot front kunnen vormen. Ja. En ik denk dat we dan zeker 1 zetel binnen hadden gehaald, Je hebt gemerkt dat dat toch wel een obstakel is, hè? Ik bedoel, die versplintering van stemmen, want wellicht zijn er heel veel mensen die vinden dat het anders moet. Ja. En dat de mensen in Suriname in eerste instantie ook op grond van een bepaalde loyaliteit stemmen. Hè? Ja. En waardoor ze misschien wel op jullie hadden willen stemmen, maar dachten nou, mijn loyaliteit gaat toch naar bijvoorbeeld DA 91 of A20, die mevrouw of die meneer daar. Waar dan die stemmen versplinteren. Dus dan, als je het in combinatieverband gaat, dan wordt alles bij elkaar opgeteld. Maar dat was ook de opzet, denk ik, van die wet, hè? Ja. Oké. Maar goed, dus dat zou eventueel bij een mogelijke wetswijziging toch wel gewijzigd moeten worden. Hè? Dat zou. Is nu, kijk, we leven nu al in 2022 bijna, hè? Ja, bijna, nog ja. een paar dagen. En dan heb je nog 3 jaar na 2025. Eigenlijk nog 2 jaar. Mm-hmm. Want in 2024 moet je al beginnen met het voeren van campagne. Hè? Ja. Wordt nu al nagedacht van hoe jullie dan, even met de wet nu, hè, op tafel, mm-hmm. die beperktheid oplevert. Ja. Ja, dus je kunt die wet dus nu even niet omzeilen. Ja. De vraag is, denk je dat de VHP en NDP en NPS en ABOP genegen zullen zijn om dit aspect uit de wet te schrappen? Nou, ik denk dat als zij in het regeerakkoord is dat zelfs aangekaart, dat ze dat zouden wijzigen en zouden herzien. Ja. Dus als zij zich aan hun belofte willen houden die zij... de samenleving hebben gedaan, dan moeten ze dat doen. Ja, maar we hebben nu een paar maanden gezien dat alles wat beloofd was nu eigenlijk nergens weer terug te vinden is. Dus, nee, maar goed, kijk, we zijn volwassen mensen en wij sturen op afspraken. Dus ik ga ervan uit dat ze dat zullen handhaven. Ja. Maar desalniettemin, wij anticiperen natuurlijk ook op zaken als pro. En onze voorzitter, die heeft dus in begin november heeft hij een brief gericht naar de assembleevoorzitter. En met de aanbeveling tot wijziging van het kiesstelsel, waarin hij dus een aantal belangrijke zaken aankaart. Die dus waarom het nodig is dat wij dat in Suriname doen. En ook heeft hij ook dat gedeelte aangekaart dat in het regeerakkoord dat ook is toegezegd aan de samenleving. Ja, nee, duidelijk. Ja. Dat is heel goed, proactief, hè? Ik bedoel, we blijven herinneren. Want dat is afgesproken en dat willen we ook. Ja. Jennifer, als we die nieuwe partijen even beschouwen. Mm-hmm. Het resultaat bij de laatste verkiezing, heb je een beeld van hoeveel stemmen jullie allemaal bij elkaar landelijk binnen hadden gehaald? Ja, ik denk misschien net 1 zetel, hoor. Ongeveer 7 of 8.000 in totaal, denk ik. 7 tot 8.000 stemmen hadden jullie? Ja, ik dacht zoiets. A20 had de meeste, daarna had je Doel. Ja. Daarna kwamen wij. Ja. En DA91 en Stree, die waren er wat onder. Ja. Ik denk iets van 7 of 8.000 stemmen. Voor Paramaribo had het wel een zetel kunnen genereren, hoor. Ja, ik heb even gauw vandaag dat een beetje bekeken. Hm? Ik bedoel, op een totale populatie van om en bij de, 540.000 Surinamers.
Ja. Dan ben ik heel ruim, hè. Heb ik gerekend dat een derde daarvan niet kiesgerechtigd is, hè? Dus nog geen 18. En dan hou je nog altijd zo'n 300.000 mensen over die wel kiesgerechtigd zijn. Ja. De meeste verkiezingen is de opkomst tussen 50% en 60%. Ja. Zeg ik het goed? Ja, ja. Ja, toch? Dat is wel hoger, hoor. Is hoger, 70%? Ja. Zo. Nou ja, oké. Okay. Dus als stel dat je dat zeg maar 70% de opkomst is van dus die 300.000 mensen. Dan, en je zou dan die 51 zetels erop loslaten. Dan zou je met 8.000 toch ongeveer tegen toch wel 2 zetels uitkomen. Ik weet het niet. Ik denk het. Ja, het ligt er ook aan waar je bent. Maar als je gewoon uitgaat van Paramaribo en Wanica, dan zou ik gewoon, als ik het veilig mag stellen, op 1 zetel mikken. Maar goed, als nieuwkomer bij je eerste verkiezingen is dat al heel wat, hoor. Zou dat al heel wat zijn? Nee, ik ben nu even aan het anticiperen, hè. Ik bedoel, een man, een woord. Zij zeiden, de kieswet wordt herzien, hè. Ja. En ze zouden ook niet alleen maar, wat jij net noemt, het verbieden van pre-electorale samenwerking. Ook kijken naar het model van stelsel, hè? Districtenstelsel loslaten en werken met het landelijk evenredigheidsstelsel. Ja. En met het landelijk evenredigheidsstelsel zou je dus met die 8.000 stemmen bij elkaar toch wel best wel op zijn minst een zetel kunnen halen. Ja. Zeker, ja. Dus waarom ik dat vraag is van, kijk, hoop moet je altijd hebben dat die politieke partijen woord houden en dus datgene wat ze beloofd hebben ook nakomen. Ja. Maar stel dat ze dat niet doen, dan zou toch de optie zijn om toch wel te kijken of je met elkaar een verbond aan kunt gaan. Maar dan, ja, zeker. Oké, ja, natuurlijk. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, anders is er altijd een verloren zaak. Ja, nee, dat is absoluut aan de orde. En daar wordt ook heel goed over nagedacht. En ik denk dat Pro daar ook een actieve rol in zal vervullen. Maar we hebben de juiste strategie en de juiste aanpak daarvoor nodig. Kijk, Suriname is een traditioneel land en men houdt ontzettend veel van zijn eigen vlag en zijn eigen voorzitter. En het beste zou zijn voor de samenleving als we gewoon aansturen en op het wijzigen dat die ongrondwettelijke maatregelen uit het kiesstelsel worden verwijderd. Maar ook dat het hele stelsel zelf wordt aangepast, hè, want we hebben nu ook een districtenstelsel. Ja. En dat zou dus naar een landelijk evenredig stelsel moeten gaan. Want kijk, als jij nu een zetel behaalt in Coroni, dan kan dat gewoon met 1.000 stemmen. Ja. Heb je al een zetel. Klopt. En als jij in Wanica een zetel wil behalen, moet je 10.000 hebben. En als we zeggen dat we een democratisch politiek stelsel hebben, dan wil dat zeggen dat de meerderheid bepaalt. Ja. Maar in Suriname is het dan verwonderlijk dat juist de minderheid gaat bepalen, omdat die makkelijker aan een zetel kan komen. En ook de OAS, de waarnemingscommissie van de OAS, heeft al 3 keer opvolgend in hun waarnemingsaanbeveling en rapportages laten weten van, luister, jullie moeten wat doen met dat stelsel van jullie, want het is gewoon niet eerlijk. Er wordt gediscrimineerd. Ja. En dat is in strijd met de mensenrechten, dat is in strijd met BUPO-verdragen. Elke stem moet evenveel gewicht hebben. En je ziet ook dat de hele districtenstelsel maakt dat men bijvoorbeeld, in Coroni is het gewoon een slagveld tijdens de verkiezingen. Het is letterlijk een slagveld. Mensen, ik heb verhalen gehoord en van mensen zelf, van Coronianen zelf, die geld krijgen, die koelkasten krijgen, dakplaten krijgen. Alleen maar als ze hun stem willen geven aan een bepaalde partij. Ja. Het is gewoon verschrikkelijk. Omdat men weet dat men zo makkelijk in Coroni aan een zetel kan komen, door een paar mensen om te kopen,
dan, ja, dan krijg je dat soort dingen. Dat zijn dus dan die side-effecten die je krijgt. En de mensen in coroni, die als je dat jaar in jaar uit bij elke verkiezing meemaakt van oké, ik kan mijn slag slaan, want de hoogste bieder krijgt mijn stem. Ja, wat voor samenleving kweek je dan? Hoe werk je dan aan politiek bewustzijn? Ja. En dan uiteindelijk de hoogste bieder krijgt dan die stem en dan landelijk wint dan een andere partij. En dan gaan ze huilen bij ons, want dan voelen ze zich gekrenkt in hun recht. Want degene die hun een aanstelling had beloofd, als ze op hun zouden stemmen, die is geen DC geworden. Hun partij heeft niet gewonnen. Ja. Dan denk ik, ja, dan zijn die mensen twee keer bedrogen. Ze hebben één keer zichzelf bedrogen en ze hebben het land bedrogen. Dus ja, dan denk ik van, hoe, jaar in, jaar uit. Ja. Jaar in, jaar uit gaat dat zo daar. Ja. Is toch verschrikkelijk. En dit gaat al decennia lang zo, hè? Ja. Ik dacht sinds jaren 50. Ja, en de waarnemingscommissie die heeft daar steeds aandacht aan gegeven. Internationaal zit men erop te hameren van dat kan zo niet. Dat moet veranderd worden. En ja, oké, deze nieuwe regering heeft dat dan beloofd, dat ze dat gaan veranderen. Ja. Dus onze voorzitter heeft een keurige brief gestuurd naar het DNA en heeft alles opgesomd. En dat heeft hij dus begin november verstuurd. En heeft ze dan 3 maanden de tijd gegeven om daar een reactie op te geven. En mocht het zo zijn dat ze daarin in gebreken blijven, of dat ze het vergeten, of dat ze het niet belangrijk vinden, of ja, nou ja, ik suggereer maar wat, ja, hoor. Ja. Dan zullen wij verdere stappen moeten ondernemen om toch de recht van de Surinaamse burger daarin te vertegenwoordigen. En dat recht ook wordt nageleefd. Wat beloofd is volgens internationale afspraken. En welke rechtsmiddelen hebben jullie om... Stel dat meneer B. daar niks mee doet en het hele parlement doet er niks mee. Welke rechtsmiddelen hebben jullie? Nou kijk, we kunnen bijvoorbeeld naar de OAS stappen. Ja. We kunnen daar als eerste een klacht deponeren. Ja. Van luister, jullie waarnemingscommissie heeft tot 3 keer toe aangegeven dat ons stelsel niet deugt. Ja. En deze huidige regering heeft beloofd dat ze dat zullen herzien. Ja. En dat ze daaraan gaan werken, dat hebben ze beloofd aan de samenleving. Maar ze houden zich niet aan de afspraken. Wat kunnen we daar nu mee? Dus dan kunnen wij een klacht deponeren daar bij de OAS. Ja. En hoe dat verder in zijn werk gaat, dat kan ik nou niet overzien. Nee. Maar dat is één. Ja. We zijn dus we zijn naar de rechter gegaan, we zijn in hoger beroep gegaan. Dat is helaas is gestuit en daar is dus niets verder mee gebeurd. Maar we kunnen dat wel weer oppakken en het weer opnieuw heropenen. We kunnen ook een constitutioneel hof inschakelen. Er zijn diverse rechtsmiddelen die we nog hebben ingezet. Ja. Het is natuurlijk niet onuitputtelijk, maar er zijn nog rechtsmiddelen die we kunnen inzetten daarvoor. Ja. En dat gaan we ook zeker doen. Ja. We zullen ook van onze kant als partij, er is al heel veel over gezegd en geschreven in de media door diverse andere partijen. Ik denk aan een DA91, die publiceert daar regelmatig wat over. En zo'n meneer Fernandes. Mendes? Ja, die heeft daar ook een heel goed en gedegen artikel over geschreven. Ja. Nou, wij kunnen gewoon daarmee zoveel mogelijk mensen in de samenleving, maar ook maatschappelijke groepen gaan mobiliseren. We gaan daarvoor lobbyen. Ja. We gaan daar gewoon heel veel werk van maken, dat gewoon op de agenda komt. Ja. Want eigenlijk, kijk, de verkiezingen, dat zijn de bakermat van je totale democratie. Zeker. En als het al zo is dat binnen dat bestel van verkiezingen, van het campagnevoeren, je al zulke misstanden krijgt, zoals in coroni. En als je al ziet dat een minderheid eigenlijk het voor het zeggen krijgt. Als je kijkt naar de NPS en ABOP, het aantal stemmen met elkaar vergelijkt. De NPS had 2 keer zoveel stemmen. Meer stemmen, of misschien wel meer dan de ABOP, maar ze hebben minder zetels. Ja, dan denk ik van, een minderheid bepaalt nu over de meerderheid. En dat is niet democratisch. Nee. Dat is niet volgens het democratisch politiek bestel. Dus dat is natuurlijk een hele, hele scheve verhouding in onze politieke samenstelling, in ons hele kiesstelsel. En daar moet echt wat mee gebeuren. Ik heb mezelf niet echt verdiept in de geschiedenis van het hele stelsel. Ja. En hoe dit tot stand is gekomen, want die wet dateert uit 87, geloof ik. Maar, het is 1 keer herzien in 80, hè? Jaren 80, maar dat stelsel is ergens in 50 bedacht. Ja, maar het is echt, als je het gewoon heel globaal bekijkt, dan is het
Het is het niet gemaakt om regionaal de mensen te laten meeparticiperen in een samenleving en hun rechten te laten beleven. Het is echt gemaakt om bijvoorbeeld macht van politieke organisaties te consolideren. En dat is heel jammer, want dat zie je ook in Suriname. Alles is politiek vastgenageld en in de greep van bepaalde politieke organisaties. En als je niet tot een bepaalde politieke organisatie behoort, dan heb je gewoon geen ingang, je hebt geen toegang, je hebt geen... Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Ja. En het lijkt alsof het met de jaren alleen erger is geworden. Je wordt heel erg beperkt, hè, vanwege het feit dat je dus buiten dat circuit terecht bent gekomen. Hey, is dit ook niet een onderwerp waar jullie als vernieuwers, want zo zie ik jullie, hè, dat jullie proberen in het systeem door te breken en vernieuwing teweeg te brengen. Ja, absoluut. Is er nu niet tijd dat je daar een breed maatschappelijk debat over voert? Dus die brief is eigenlijk naar het DNA, is eigenlijk een aanzet daarvoor. Maar we zijn dus eigenlijk echt aan het kijken van hoe kunnen we hier een breed maatschappelijk platform voor creëren. Ja. Hoe kunnen we die maatschappelijke draagkracht daarvoor, want die internationale draagkracht is er al. Hè? Ja. Alleen in Suriname zelf beseffen we dat nog niet. Ja. Kijk, want internationaal is er wel draagvlak voor. Ja. En hoe willen we dat samen als samenleving, hoe kunnen we dat desnoods afdwingen, wil ik niet zeggen bij de regering, maar gewoon dat prominent steeds op de agenda plaatsen, dat daarnaar gekeken wordt binnen onze volksvertegenwoordiging. Dus we zullen echt moeten gaan lobbyen bij de volksvertegenwoordigers zelf, dat dit op de agenda komt. En we willen ook echt iedereen oproepen die ons daarin wil ondersteunen, om dat gezamenlijk te doen, want het is eigenlijk geen belang voor de pro. Dit is een maatschappelijk belang. En al jaren gaat ons land echt gebukt onder politieke machtsblokken. Ja. Die ons in de greep houden, terwijl de burgerparticipatie daardoor wordt beknot. Ja, niet een onderwerp juist nu, even dus voor de verkiezing, hè? Mm-hmm. Waar met name de nieuwe partijen nu toch wel met elkaar samen zouden kunnen optrekken. Je hebt daar niet een logo voor nodig. Maar wat je nodig hebt is een organisatie. Ja. Die dit punt, dit onderwerp breed in de maatschappij probeert toch wel aan de kaak te stellen. En dat mensen veel meer ook gaan nadenken over waar het om gaat. Want ik heb de indruk dat, het zijn natuurlijk niet de makkelijkste onderwerpen. Maar omdat het dus niet met hen besproken wordt, hen niet uitgelegd wordt, wat nou zo onrechtvaardig is aan het systeem, blijft de publieke opinie ook op dat punt een beetje toch wel op de achtergrond. Ja, dus kijk, dat is een stukje educatie. Ja. Wat de mensen zelf moeten tot zich moeten kunnen nemen. En dat moet je dan ook faciliteren. Ja. En het mooiste zou zijn als je dat bijvoorbeeld binnen de resortsraden, via de RR-leden, weet je, dat je dat onder de aandacht kan brengen. Je hoort heel weinig over de RR-leden. Alleen bij de verkiezingen wordt er een weg gekrapt en weet je, dan wordt er wat ergens wat schelpen gegooid. Ja. En dan merk je, hey, we hebben ook RR-leden, weet je wel, dan gebeurt er opeens van alles. Maar het is nou juist de tijd om te werken aan die samenleving, om dat politiek bewustzijn aan te wakkeren en ook om die educatie te brengen. En de pro is zelf bezig, dus we zijn dat is nog in de voorbereiding, met een soort van kaderschool. Ja. Wat we willen dus, en ook wat we dus regionaal willen gaan inzetten. Ja. Om mensen gewoon dit soort dingen te leren. Van hoe zit ons politiek bestel in elkaar? Ja. En hoe werkt dat? En waarom lijkt het alsof je tegen een glazen plafond aan loopt? Maar dat nog niet eens op landelijk niveau, maar zelfs regionaal niveau. Waarom hebben onze DR en RR mensen geen besluit... Bevoegdheden. Ja. Waarom is dat er niet? Waarom wordt een DC-politiek ingezet? Waarom zou... Kijk, bijvoorbeeld in Amerika heb je dat ook een DC wordt gekozen middels verkiezingen. Ja. En dan krijg je veel meer betrokkenheid vanuit die samenleving. Maar die heeft ook macht, hè? We hebben wel een districte stelsel, maar als het aankomt op benoemingen, dan is het geen districte stelsel. Dan is het een politiek stelsel. Ja.
Dan wordt het gewoon via politieke benoemingen. Want van voordat je, dat vond ik ook altijd zo raar bij de verkiezingen. Ik wist nooit dat het zo werkte. Maar je hebt dus die, wanneer je kieslijsten in moet vullen, je moet dus mensen gaan werven en bewilligen om deel te nemen voor jou namens jouw partij voor de verkiezingen. Dan heb je dus die, die RR-mensen, dat is dan voor de resorten. Ja. Vanuit die resorten krijg je dan een soort districtsraad. Ja. Maar die districtsraad is al vastgesteld. Dat moet je dus ook inleveren bij het kiesbureau. Mm-hmm. Maar die districtsraadsleden worden niet gekozen. Die worden niet gekozen? Nee, die komen niet op de kiezerslijsten. Dat is al beslist door de partij. Klaar, jij komt in de districtsraad. Ja, ja, een aantal mensen per partij die komen, ja. Ja, maar dan afhankelijk van hoeveel stemmen de partij heeft gekregen. Ja, toch? Ja, dus die resortsraden, dat is een evenredig stelsel, maar ja. Die districtsraden, dat staat al vast. Dus als jouw partij dan niet geen zetels haalt, ja, dan krijg je. Dan, en, maar stel je voor dat jouw resortsraadlid wel heel veel zetels heeft, of wel heel veel stemmen heeft gehaald, ja. Dan is dat gewoon weg. Dat is gewoon weg. Wordt toch geen resortsraadlid? Nee. Oké, okay. Ja. Nee. Verloren stemdags. Misschien in een extreem geval wel, ja. Maar dan heb je nog een districtsraad die al de politiek bepaald is. Want ja. Daar is nooit een verkiezing voor gehouden. Ja. Hey Jennifer, hebben jullie een doelgroep waarop jullie je richten? Op welke mensen in dat land hebben jullie je focus op gelegd? Ja, kijk, we willen een partij zijn voor alle Surinamers. Ja. Maar ik moet wel toegeven dat als je de dingen goed en gedegen aan de mensen wil uitleggen, mm-hmm. dan is het wel zo dat heel veel mensen dat nog niet kunnen begrijpen. Mm-hmm. En dat is heel jammer. Dus die moeten echt zien door je handel en je wandel en je daden, dat je een goed mens bent. Maar als ik ze bijvoorbeeld dingen ga uitleggen over wijziging van het kiesstelsel en internationale verdragen en zo, dat snappen ze niet. Dus eigenlijk, ik denk de mensen die veelal op ons voor ons hebben gekozen, ja. Dat zijn mensen die dat stukje begrijpen. Maar net wat ik zeg, Suriname is nog een land in ontwikkeling. En wij voelen ons ook verantwoordelijk voor die ontwikkeling. Dus ja. In principe zijn wij een partij voor alle Surinamers. Ja. Voor iedereen. En we werken er ook aan dat iedereen gaat beseffen waarom die verandering nodig is. En waarom dingen gaan zoals ze gaan. En we zijn tot in Godo geweest voor de verkiezingscampagne. We hebben ook deelgenomen in Sipaliwini. Ja. Aan de verkiezingen en we hebben een hele goede tak met hele goede warme banden met de inheemse, omdat zij ook ervaren van hey, onze grondrechten worden geschonden. Ja. En ze hebben ons toen letterlijk daarin gevonden, dus we hebben dus wel een samenwerking kunnen bewerkstelligen met de APS, dus de ja. Amazone Partij Suriname, ja. Dat die voornamelijk uit inheemse bestaat en die zoeken ook naar rechts. Naar middelen om hun rechten te behartigen. Maar kijk, dat moet natuurlijk geen motief zijn om toe te treden tot de politieke organisatie. Mm-hmm. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat iedereen gewoon op basis van partijbeginselen en partijprogramma een keuze zou moeten kunnen maken. Maar in Suriname kan dat nog niet. Ja. Men is niet zo, men is heel persoonlijk ingesteld. Ik heb bijvoorbeeld in een resort als Nieuwe Grond, ja. heb ik de meeste stemmen gehaald. En toen mm-hmm. dacht ik van, in Kwarasan kent men me toch. Waarom heb ik daar minder stemmen gehaald? Maar mm-hmm. het bleek dus, toen ik dat achteraf ging evalueren, bleek dus dat ik ongeveer 5-6 dagen in Nieuwe Grond ben geweest. En ik ben daar huis aan huis gegaan. Ja. Langs de deuren, weet je, met mensen gesproken en ze gevraagd, wil je op me stemmen? Ja, ja, ja. En het bleek dus dat echt heel effectief is. Ja, ja, ja. Ja. Ja, want in Wanica heb ik dat minder gedaan. Want ik was, ja, je gaat de straat in en je bent gewoon bij één huis ben je drie kwartier bezig. Omdat die mensen je kennen en dan willen ze weten hoe gaat het met je vader, hoe gaat het met je moeder, hoe gaat het met je zus. En ja. Heeft die al een kind en blablabla. Dus ik had zoiets van, weet je wat, die mensen kennen me al. Dus ik ga niet in mijn eigen wijk campagne voeren. Want het kostte me gewoon veel te veel ja. tijd. Ja. Ja. Dus ik ben in naar die soorten gegaan waar men me niet kent. En juist daar heb ik meer stemmen gehaald. Omdat ja. ik gewoon huis aan huis ben gegaan. Nee, duidelijk. Dus dat is wel grappig. Ja, dat is, maar zo werkt het gewoon in Suriname. Ja, ja. Hebben jullie ook even teruggekeken op welke groepen mensen op jullie voornamelijk gestemd hebben? We hebben daar niet echt een onderzoek naar gedaan. Ja. Want natuurlijk, het zijn geheime verkiezingen. Dus je weet niet wie
op je gestemd heeft. Ja. Ik weet wel dat, ja, kijk, je weet natuurlijk, je hebt zoveel RR-leden en hun families gaan ook op hun stemmen, weet ja. je wel. Dus ja. ja, je kan daar op basis daarvan wel een berekeningetje maken. Ja. En het ik zie niet echt een bepaalde lijn in geschoold of ongeschoold of op opleidingsniveau. Het is moeilijk. Men moet je gewoon kennen, hè. Dus door de bank. Het is meer, het moet klikken. Je moet echt huis aan huis campagne voeren. Maar dat heeft meneer Chan ook heel, heel accuraat gedaan, moet ik zeggen, hoor. Ja, ja. Hij ging echt, elke dag was hij ergens in een of andere wijk. Ja. Ja, maar dat werkt in Suriname. En waarom hebben jullie dat niet gedaan? We hadden niet zo'n groot netwerk ook. Ja. Hij had een netwerk. Dus kijk, als je gewoon zo'n elke dag zo'n wagen kan inzetten en je gaat op zo'n ding staan en je verdeelt petjes, komen de mensen vanzelf wel naar je toe. Ja. Maar als je echt huis aan huis moet gaan met je verkiezingsflyertje en echt de mensen moet overtuigen, dat kost veel meer tijd. Ja. Echt waar. Kost veel meer tijd en Men denkt ook traditioneel, hè? Dus de zwevende kiezers, dat zijn meer de jongeren en zo. Ja. Maar Wanica is ook echt een district van traditionele kiezers. Ja. Hebben jullie nu een beeld misschien, anticiperend op 2025? Of misschien eerder, zoals Santoki dat zegt? Hoe de verhouding ligt in leeftijdscategorieën, jong, oud? Qua populaties, kiezers. In leeftijdscategorieën? Ja. Dus wie op wie stemt? Nee, ik bedoel, als we de totale kiezerspopulatie beschouwen, zien. Hoe groot is het aantal kiezers dat valt? Oh, het electoraat. Ja, tussen de 18 en laten we zeggen 40 jaar. Ik zou het niet weten, hoor. Ja, want waarom ik die vraag stel. Kijk, dat is de nieuwe generatie die toch wel wat minder. Ze zijn wel misschien al een beetje besmet door dat traditionele denken en stemmen. Maar als die groep toch wel een wezenlijk deel is van die samenleving, dan zou je bijvoorbeeld nu daarop moeten kunnen in en je campagne nu al op richten. En die groep is makkelijk te bereiken op social media. Want dus de 18-40-jarigen, die hebben allemaal een WhatsApp, die hebben allemaal kortom, je kunt ze toch wel makkelijk met je berichten bereiken. En dat zou je dus nu al toch wel. Kijk, er is zoveel ellende, er is zoveel pijn in dat land. Dat niet, ik bedoel, zaken die niet goed gaan. Ja. En die mensen worden niet gevoed van waarom het fout gaat en waarom en dat het ook anders kan, maar hoe dan anders moet kunnen. Ja. Dus ik bedoel, als jullie toch wel, kijk waarom ik dit zeg, ik vind inderdaad met jullie van dat er nu verandering moet komen. Bedoel, de oude politiek is het probleem en het probleem kan het probleem niet oplossen. Nee, zeker niet. Dat gaat nooit gebeuren. Dat lijkt wel, ja. En dus als Suriname naar de toekomst toe die vernieuwing, verandering wil bewerkstelligen, dan ligt het in handen van jullie jonge mensen. Hè, die inderdaad... Ja, nou het is niet alleen jullie jonge mensen. Kijk, de gemiddelde Surinamer en met name de kiezer is heel erg gevoelig voor beloftes. En dat heeft ook te maken met hoe ons land gewoon is... Hoe we zijn opgevoed, hoe we zijn opgegroeid. Ja. Kijk, wij als politieke organisatie, we kunnen mensen geen banen beloven. Weet je wel, we kunnen ze geen aanstellingen beloven. Maar een andere politieke partij, die kan het misschien wel. Die kan wel zeggen van, hé, ik ga me hard maken daarvoor. Dus wat eigenlijk de meest duurzame weg is voor Suriname, en wat wij ons ook beseffen, maar dat is gewoon een hele lange weg. En dat is gewoon via educatie. Dat je mensen moet leren dat hun stem niet te koop is. Ja. En dat eigenlijk een politieke organisatie het recht niet heeft om hem een aanstelling te beloven als hij op hem gaat stemmen. Dat recht heeft een politieke organisatie niet. Dat kan je niet eisen. En dat is het punt dat jullie onder het voetlicht moeten brengen. Juist. En kijk, wij hebben ook geen harde bewijzen daarover. Want bijvoorbeeld, we hebben wel materiaal verzameld, ook in corona. We hebben zelfs
een klacht ingediend bij het Centraal Hoofdstembureau over hoe dingen gegaan zijn. Maar er wordt gewoon niks mee gedaan. Het gaat gewoon in een la en ja, ik weet het niet. Er wordt gewoon niks mee gedaan. Maar dat geeft wel aan, kijk, als het niet vanuit de organen die belast zijn met die controlerende organen, niet als zodanig functioneren, dan kan je alleen het individu, kan je alleen op basis van het individu die verandering brengen. Je kan het niet institutioneel brengen, omdat het allemaal... Ja, ik weet niet waarom het CAS daar niks mee heeft gedaan. Kunt u zich dat voorstellen? En dat iemand die bijvoorbeeld Brunswijk heeft met een helikopter geld gestrooid naar beneden. Nou, hij vindt dat normaal. En als hij bij een voetbalwedstrijd in een locker room wordt geschorst omdat hij weer geld strooit, dan snapt hij dat niet. Ja. Maar hij vindt... Dus, er zijn gewoon mensen in onze samenleving die dat normaal vinden. Ik vind het niet normaal, maar hij vindt het wel normaal. Ja. En hij doet dat gewoon weer. En dan als hij bijvoorbeeld internationaal datzelfde doet en mensen hem daarover aanspreken, dan snapt hij ook niet wat hij fout gedaan heeft. Ja. Nee, dan zegt hij ook dat het zijn eigen geld is en hij mag weten wat hij met zijn geld doet. Dan denk ik, oké, als dat al zo... Dus dat is een individueel voorbeeld van iemand die zo denkt. Nou, als jij wil dat dat anders gaat, dan moet je dus puur op dat individu. Want zo iemand zal zich ook niet inzetten om de instituten zodanig aan te wenden dat ze dat gaan voorkomen. Ja. Weet u? Dus je kan alleen het individu, kan je dan zodanig gaan onderwijzen en lesgeven, dat ze dat besef gaat groeien van oké, zo kan het, zo hoort het niet te zijn. En dat is een hele, hele lange weg. En dat beseffen wij ons ook, hoor. Dus als pro, dat is de meest duurzame weg. Ja. Het is ook de langste weg. En de pro heeft een hele lange adem. Maar als we dus succes willen boeken voor de komende verkiezingen, dan is dat uitsluitend, denk ik, als wij gaan samenwerken. En of dat nou pre-electoraal gaat zijn of op één lijst. Dat weet ik nog niet, hoe dat gaat uitwerken. Maar ik besef wel dat dat de enige weg is. Ja, dat maakt jullie kans alleen maar sterker, hè? Ja. Ja, ik bedoel, je versplintert niet en je kunt ook overtuigend naar de kiezers toekomen wanneer je met elkaar toch wel een eenheid gaat vormen. Ja. En daarmee wek je ook, wat ik zeg, enige vertrouwen van ja, dit zijn de mensen die het echt menen met ons. Het gaat niet om hen, maar het gaat om ons. Hè? Want... En alles is maar één zetel. Ja, is precies. Een... Ja, ja, ja. Een... En ik ben niet helemaal eens met jou dat jullie geen banen kunnen beloven. Maar dan niet in de zin van nee. Ik bedoel, natuurlijk ga je de verkiezing in om mensen vooruitzichten te bieden. Maar dan niet op individu niveau, maar aan de gemeenschap. Dat de overheid een betrouwbare... Ja, de productiviteit. Ja. Maar kijk, als je de productiviteit wil verhogen, dan moet je eerst de inefficiëntie moet je dan gaan aanpakken. En nou ja, ik heb het vanmorgen al ergens in een appje gezet in een discussie met... Ja. Van, je kan pas, je moet de durf en het lef hebben om dingen die niet efficiënt zijn, om die aan te pakken. En het ging over dat interview van meneer Ramdin in NRC, waar hij zegt, waar hij aangeeft dat bijvoorbeeld dat de ambtenarij eigenlijk een sociaal vangnet is. Nou, daar ben ik het niet mee eens. De ambtenarij is geen sociaal vangnet. Ik weet wel wat hij bedoelt. Ja. Hij bedoelt dus dat mensen maandelijks een bedrag krijgen. En heel veel mensen die komen dan, of ja, er zijn mensen die dan daarvoor niet eens op het werk verschijnen. Mm-hmm. Er is ook een substantieel deel wat wel op het werk verschijnt, maar alleen 's morgens om in te klokken. Ze gaan vervolgens weg. Ze gaan iets anders doen. Ze gaan klussen of een hossel doen of iets anders. En ze komen 's middags weer terug en ze klokken weer uit. Dat is geen sociaal vangnet. Dat is liegen. Je leert mensen om te bedriegen en te liegen. Dat is geen sociaal vangnet. Want die mensen die denken dat ze dan een salaris, recht hebben op een salaris. Maar ze doen er staat geen productie tegenover. Jouw geld ontwaart als je dus geld hebt waar geen productie tegenover staat. Dus deze mensen dragen bij aan ontwaarding van onze munt. Wat? Dus als jij vindt dat het een sociaal vangnet is, dan moet je daar ook een sociaal vangnet van maken. Ja. Dan ga je gewoon inventariseren van oké, wie komt wel, wie komt niet. Wie gaat naar het casino, wie gaat boodschappen doen. We gaan al die dingen inventariseren en die mensen komen dan in een soort van... Bakje. Maak dan daadwerkelijk een sociaal vangnetfonds. Ja. En ga elke kwartaal met die mensen praten van, goh, hoe kunnen we jou zelfredzaam maken? Wat wil je doen? Wat kan je? Ja. Weet je, dan denk ik, pak het dan aan.
als een sociaal vangnet. Maak die mensen dan echt tot een, maak het dan tot een uitkering, maar niet een salaris, want je produceert niks. Ja. Nee, die lef moet er zijn, ik ben het met je eens, ja. Hè? Dus dat waterhoofd, zeg maar, ja, overheen. Ja, absoluut. En kijk, dus als wij zeggen van dat wij productie gaan doen, wij gaan ook dit soort dingen aanpakken. Wij waren de eerste die tijdens onze verkiezingscampagne zei, wij gaan met de overheid aan de slag. Want dat moet gewoon. Weet je, wij verkopen geen praatjes. Ja. En wij doen niet aan luchtfietserij. We zijn gewoon eerlijk. En wij waren ook de enige partij die zei van een gang naar IMF is onvermijdelijk. Nou, alle VAP'ers op mijn Facebook, als ik die comments allemaal wel niet kreeg, wat? En de VAP heeft diaspora kapitaal en bla. Eindstand zitten ze anderhalf, volgens mij zijn ze 80% van hun tijd nu bezig alleen maar om IMF binnen te krijgen. Ja. Dat denk ik. En ze hebben ons zo uitgelachen. Voor de verkiezingen, ik weet nog, het was bij de kenniskringvergadering. En onze voorzitter zei, een gang naar het IMF is onvermijdelijk. En de kranten, alle krantenkoppen. Pro gaat naar het IMF. Nou. Wat belachelijk. En die VAP'ers hebben, echt waar, ze hebben ons bij elkaar gedweld. Echt. En kijk ze nu. Ja. Kijk ze nu zelf. Nee, met een grote mond. Dus... Na de verkiezingen hebben ze alle beloftes die ze gemaakt hebben. Ja, maar kijk, wat ik wil zeggen, de pro, wij verkopen geen zoete broodjes. Ja, maar... Wij verkopen harde volkoren broodjes. Harde volkoren broden, met wat je flink moet kouwen, maar ze zijn wel goed en gezond voor je. Okay. Ja, dat verkopen we. Geen Even terug naar dat kiesstelsel. Dat moet tussen nu en 2024 rond zijn. Ja. Wat zijn de verwachtingen? Denk je dat het gaat gebeuren? Kijk, ik mag misschien naïef zijn en u kunt misschien zeggen dat naïef van mij is. Maar als dat in het regeerakkoord staat, dan heeft deze regering zich daaraan te houden. En wij zullen er alles aan doen om ze daaraan te herinneren en om de samenleving daaraan te herinneren. Deze samenleving heeft al genoeg teleurstellingen moeten incasseren van deze regering. Ja. Genoeg. Ja. Dus dan denk ik, als ze nog enigszins het hoofd omhoog willen kunnen houden en een beetje fier de volgende verkiezingen in willen gaan, dan adviseer ik ze om hun belofte na te komen. Nou, we gaan ze ook volgen. Ik heb binnenkort weer meneer Aziz Gayadin hier op in de uitzending. Ja. En dan ben ik natuurlijk benieuwd wat hij dus dan gaat zeggen op dit punt. Want dat wil ik hem ook vragen. Hey Jennifer, nog een laatste punt. Ik bedoel, het geld is een groot probleem, hè, zeggen jullie in Suriname. Ja. Kijk, die grote partijen die hebben sponsoren uit alle hoeken en die brengen groot kapitaal naar ze toe. Ja. Maar om campagne te voeren heb je niet veel geld nodig, toch? Je hebt wel wat geld nodig, maar niet al te veel. Nou, in vergelijking met andere landen hebben we in Suriname wat minder geld nodig, ja. Ja, toch? Maar je hebt wel wat geld nodig. Is dit niet het moment dat jullie nu al initiatieven gaan ontplooien om alvast zeg maar voor te sorteren naar die verkiezing toe in de zin van 1. Campagne voeren middels alle instrumenten die jullie ter beschikking staan, social media, 1-op-1, ik weet niet wat allemaal moet en kan daar, dat je dat alvast in stelling brengt. Ja. En 2, dat jullie gaan doen aan fondswerving. Ja, absoluut. Yeah. U spreekt met de nieuwe penningmeester van de pro. Ja, dus op dat punt moeten jullie niet wachten tot het laatste moment. Nee. We zijn daarmee bezig, maar we zijn intern een beetje aan het verschuiven. Want kijk, Suriname is echt een land, heel traditioneel. En dat hebben wij eigenlijk ook gezien. Dat wij wilden juist geen... Een voorzitter is geen politiek leider. Dat zou niet zo moeten zijn. Een voorzitter geeft richting aan de vergadering. En weet je, die is verantwoordelijk voor het beleid en de orde binnen de partij. Ja. En zo hebben wij dat altijd ingezet. Maar blijkbaar, de kiezer die vond dat raar dat onze voorzitter geen politiek leider was. Maar om maar te zien hoe men in Suriname denkt over voorzitter zijn van een politieke organisatie. Ja. Het is gewoon vreemd. En wie is jullie voorzitter? Gerald Sjoetjaran. Oké, maar treedt hij niet? Hij was niet de politiek leider. Onze politieke leiders waren Curtis Hofwijks, Brian Boerleider en Joan. Maar goed, we hebben dat hele stelsel ook geëvalueerd. Ja.
En want een politiek leider, die komt in de media, die doet politieke uitspraken, weet je, die is onder de mensen. En een voorzitter is een bestuurder. Hij is gewoon een bestuurder, die zorgt voor de structuren, die zorgt dat de vergadering ordelijk verloopt. Dat soort dingen. Maar in Suriname is dat nooit zo geweest. Waarschijnlijk, ik weet niet waarom men dat zo, hoe dat zo gegaan is. Ja. Maar in andere landen zie je dat ook niet, dat een voorzitter van een partij ook een politiek leider is. Nee, dat hoeft niet. Maar een politiek leider moet wel één persoon zijn, hè? Ja. Die toch wel enigszins... Een duidelijk persoon. Maar goed, wij hebben een poging gedaan om dat dus te introduceren in Suriname. Maar helaas, de mensen die konden dat nog niet adapteren. Dus dat gaf toch enige verwarring. Dus we zijn intern bezig hoe we dat nu vorm moeten gaan geven. Dus we hebben eigenlijk dit jaar eigenlijk genomen om dingen te herstructureren en... We hebben ook een nieuwe secretaris. Ik was voorheen de secretaris. We hebben nu een nieuwe secretaris. Ik ben penningmeester geworden. Dus ik maak nog wel deel uit van het dagelijks bestuur. Maar we hebben dus het afgelopen jaar hebben we ons daar heel erg mee bezig gehouden. En ook gekeken van veel dingen geëvalueerd en zo. Dus we hebben grootse plannen. Mm-hmm. En wij zijn nog steeds, de pro is er en de pro werkt nog steeds aan het... aan het toegankelijk maken van gelijke kansen voor ieder op het gebied van recht, op het gebied van ontwikkeling. En we zijn een partij die gewoon heel nuchter naar dingen kijkt. En we gaan geen zoete praatjes verkopen die we niet kunnen waarmaken. En dat is iets wat mensen moeten leren ook. Dat is ook een vorm van liefde, hè. Dat je echt van iemand houdt, dat je eerlijk bent naar die persoon. Dat je gewoon eerlijk bent. Dat je niet probeert om die persoon voor je te winnen of ze